De vraag van vandaag is een cluster van vragen, want ik krijg ze van alle kanten. En het is een makkelijke vraag en niet zo makkelijk antwoord. Het gaat over ja, verslaving. Dat je maar, en verslaving is dan zo'n groot woord, maar dat je niet kan stoppen met die koekjes. Dat je niet kan stoppen met die wijntjes. Dat je van alles wil kopen. En ik neem dit op in coronatijd. En dat is dan natuurlijk ook alweer interessant als er zoveel prikkels wegvallen. Voor sommige mensen wordt het dan juist nog erger, want de balans is helemaal van binnen weg. Het heeft te maken met twee soorten van stofjes in je hersenen. Het gaat over dopamine en het gaat over endorfines. Dat zijn eigenlijk de feel-good en beloningsstofjes. En daar gaat dan iets in mis. En ik heb eigenlijk wel de overtuiging dat we bij... ja, verslaving klinkt zo groot, maar vanaf nu is dit dus ook gewoon het niet kunnen stoppen met die koekjes en zo, hè. Dat daarbij veel te veel gefocust wordt op het psychologische stukje van wat zit er tussen je oren. Ik denk bij, ook als je het groter maakt, bij eetstoornis, bij anorexia, bulimia, dat het heel vaak helemaal niet zit, ja, ook in je zelfbeeld enzovoort, maar dat dat niet de oplossing is. Want je kan wel eindeloos blijven sleutelen aan dat je zelf leuk vindt en dat je het niet nodig hebt om jezelf te belonen met koekjes, maar... Er zit een proces onder en dat heeft weer met die dopamine en endorfine te maken. Namelijk, dopamine is het beloningsstofje. Dus als jij een leuke post hebt geplaatst en mensen vinden het leuk, dan bloem, 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 gaat de dopamine in je lijf af. Als jij een koekje neemt en je wordt er blij van, bloem, dopamine. Als jij, eigenlijk bij alles, als je beloond wordt, je hebt iets goed gedaan. En... Met name door de social media en de enorme hoeveelheid prikkels die op ons afkomen, raken we een soort van dopamine uitgeput. Dus er wordt steeds maar weer dopamine aangemaakt, echt bij elke like. En zelfs als jij, ik heb ooit van iemand begrepen dat Facebook niet voor niks, dat je zo'n beweging van beneden naar boven moet gaan maken, dat dat lijkt op die fruitautomaten draai, dat je brein dat associeert met beloning, beloning, beloning. Dus op een gegeven moment gebeurt er zoveel in de wereld waar je lijf dopamine op aanmaakt, dat het hele systeem zegt, nog meer dopamine, ik heb het gewoon niet meer. Of omdat je lichaam dus volledig niet meer gevoelig is voor dopamine, dus dan moet je steeds een beetje meer om toch nog dat beloningsgevoel te krijgen. Dus dat is één. En twee, die dopamine moet ook gemaakt worden. En die moet gemaakt worden uit bouwstofjes, zoals vitamine en mineralen. Denk aan magnesium, zink, vitamine B. Nou wil het geval dat mensen met ADHD over het algemeen meer stress in hun jonge leven hebben gehad dan gemiddeld. En stress vreet magnesium en vitamine B. Dus het is op. Dus dat lichaam dat wil nog dopamine aanmaken en die is op zoek waar dan. En het is er gewoon niet. Dus ik kreeg ook een vraag van iemand van... Kan het dat het erger wordt naarmate je ouder wordt? Ja, want als die tekorten groter worden, heeft je lichaam het steeds lastiger met het aanmaken van dopamine, van serotonine om je lekker te voelen, van melatonine om lekker te slapen. Dus die voorraadschuur is uitgeput. En dat is meer bij mensen met ADHD en ADD, omdat die meer stress hebben gehad in hun leven. Sociale stress. Dan heb je ook nog die endorfines. Endorfines zijn stofjes die je lichaam zelf aanmaakt om je lekker en happy te voelen. Zijn ook beloningsstofjes eigenlijk. En je hebt exorfines. Exorfines maakt je lichaam aan op basis van melk, gluten en andere voedingsdingen. En je brein kan niet tegelijkertijd exorfines... De exorfines winnen het. Dus als je veel exorfines hebt, dan worden de endorfines niet meer aangemaakt. Maar je lijf wil ze wel. Dus je zit in een soort verslavingsvicieuze cirkel van steeds meer nodig hebben van die stofjes die jouw exorfines aanmaken. Dus steeds meer zetmelen en steeds meer melk en zuivel en suikers en lekkere dingen. Omdat jouw lichaam de endorfines niet meer aanmaakt, omdat ze zo lekker veel exorfines kreeg. Dus je endorfinesysteem is eigenlijk een soort van lui geworden. Ik zeg het allemaal zo makkelijk. Ik laat het niet staan hoor, die suiker en die koekjes. Want het lukt me gewoon niet. Maar het is wel iets waarvoor ik steeds weer even pas op de plaats moet maken. Van hoe zit het hier ook alweer mee? Ben ik nog degene die koekjes wil? Of is dat dat hele endorfine-exorfine systeem? Toen deed ik wel een interessante ontdekking. En die wil ik graag met je delen.
mensen met ADHD, maar ook mensen met celiakie zoals ik, blijken een stofje te weinig aan te maken in hun darmen. En dat heet DPP4, dat is een enzym. En dat enzym dat heb je nodig om je kalm te voelen. En dat enzym, als je dat niet hebt, dan word je verslavingsgevoelig. Ik dacht, nou, maar dat is toch een potje interessant. Want ik slikte die DPP4 al voor mijn spijsvertering, maar niet voor wat er allemaal in mijn mind gebeurde. En na 3 potjes dacht ik, nou weet je, ik eet toch al geen gluten meer en ik eet ook niet zo heel veel zuivel, dus ik heb die DPP4 niet meer nodig. En toen werd ik ineens in een week werd ik een soort mafketel. Ik sliep steeds slechter en ik moest weer enorm veel koekjes vreten. Ik denk, ik ga me eens in die DPP4 verdiepen. Dus ik ben goed gaan googlen, er zijn een paar hele goede sites daarover. En toen las ik, en dat wist ik niet, dat DPP4 dus samenhangt met hyperactiviteit, dat DPP4 samenhangt met verslaving. Dit is geen reclamespotje, want ik heb geen aandelen DPP4 om meteen zo'n potje te gaan halen. Want wat voor de een werkt, is voor de ander misschien anders. Maar het is wel een voorbeeld van, ga dus eens dieper kijken welke tekorten er in jouw lijf zijn. En dat fix je niet met een potje multi van de kruidvat hoor. Steeds verrassend, altijd voordelig. En ik ga je ook niet vertellen wat het precies is. Het is niet een checklist van dat heb je. Dat is maatwerk. Dus laat je eens adviseren door als je zegt van ik heb slaapproblemen of ik heb dat ik vreselijk hyper ben, ADHD. Of ik heb dat ik maar niet kan stoppen met eten of met wijntjes of met andere dingen. Kan het op een heel ander gebied. Het gaat niet over wilskracht. Echt niet. Maak jezelf dat niet wijs, maak jezelf niet kleiner. Want als je gaat zeggen dat het over wilskracht gaat, dan heb je dus elke keer een failure ervaring en kun je nog meer zeggen van ik ben niet goed en ik doe het niet goed. Dan krijg je nog meer stress in je lijf en dan gaat die voorraadschuur nog leger en dat is de vicieuze cirkel. Dus wees lief en mild voor jezelf. Het is je brein, het is je hele stofjesysteem wat een loopje met jou neemt. En ga op onderzoek hoe je dat kan balanceren en ga niet aan jezelf twijfelen. Ik ben benieuwd of je hier wat mee komt. Dankjewel, tot de volgende keer.